Welkom bij La La Land in 3 minuten. La La Land is een spel voor 2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar en over een potje duurt ongeveer 30 minuutjes. Ja, La La Land is gemaakt door de bekende bordspelmaker Phil Walker Harding. Die kun je kennen van Sushi Go, van Berenpark, van Gingerbread House, van Imhotep. Dus een hele bekende naam in de bordspelwereld. Yes, en als je aan de beurt bent kan je 2 dingen doen. Je moet een tegel pakken en plaatsen aan je bordje of op je bordje. En je mag ervoor kiezen om een lama te voeren. Dan betaal je de grondstoffen die erboven staan, dus 4 aardappels, 4 cacao of 4 mars. En dan pak je de kaart en dan scoor je overwinningspunten mee aan het einde van het spel. En de eerste optie is dus het plaatsen van een tegel aan je spelersbordje. Je pakt dan een tegel, bijvoorbeeld deze, en die leg ik neer aan mijn spelersbordje of aan een tegel die er al ligt. Er moet minimaal 1 zijde aangrenzen, dus dit mag niet, maar dit mag wel. En als ik dat gedaan heb, dan mag ik mijn tokentje neerleggen op een van de doelen die in het midden van de tafel liggen. Stel je voor, hier, je legt hem neer bovenop de bovenste plek, dus eigenlijk de hoogst beschikbare plek die er is. En aan het einde van het spel, als je dat doel haalt, krijg je de punten die erbij staan. Dus in dit geval 15 stuks. Yes, dus hoe sneller je bent, hoe meer punten je scoort. Maar je moet natuurlijk wel aan de verwachtingen voldoen als je er punten voor wilt scoren. Het tweede wat je kan doen met je tegel is hem plaatsen op je spelersbord. Dan pak je dus een tegel en die leg je erop, bijvoorbeeld hier. En alles waar ik de tegel overheen leg, daar krijg ik dingen voor. Dus in dit geval zou ik een aardappel krijgen. En ik ga over deze huisjes heen en dat is weer een hele andere bonus. Ja, dat heeft alles te maken namelijk met deze kaarten die daar liggen. Dat zijn eigenlijk karakterkaarten met een bepaalde bonus erop die je 1 keer per beurt mag activeren. Dus als je over zo'n huisje heen gaat, dan pak je een kaart en die leg je neer bij jouw spelersbordje. De markt wordt direct aangevuld, dus op die manier kun je eigenlijk een beetje een motortje opbouwen met steeds sterkere acties. Yes, dus je hebt een tegel gepakt en die heb je aan je bordje geplaatst om hem bij een doel neer te leggen. Of je hebt hem op je bordje neergelegd om grondstoffen te krijgen. Maar wat kan je nou daarna nog doen? Daarna mag je dus kiezen om een lama te kopen. Dus je betaalt de grondstoffen als je die hebt en je neemt een kaart. Klinkt heel leuk en makkelijk, want je scoort veel punten. Maar er zit ook een nadeel aan en dat zijn die lama's. Ze zijn dan wel heel schattig, maar in het spel zijn ze eigenlijk een beetje irritant. Als je namelijk ervoor gekozen hebt om een lama te voeren, dan moet je hem ook plaatsen op jouw bordje. En dat moet ergens waar het groen is, dus in een weiland. Als hij daar ligt, mag je daar niks meer overheen leggen. Dus als ik op mijn volgende beurt een tegel neer wil leggen, dan kan ik die niet hier neerleggen, want er zit een lama in de weg. Dus hou daar even rekening mee. Ja, en zo zijn er nog een paar kleine regels waar je rekening mee moet houden. Als je tegels op je spelersbordje plaatst, dan mogen ze niet precies over een tegel die er al ligt. Want anders kun je natuurlijk heel erg de hoogte in gaan. Daarnaast zag je misschien ook dat je munten kunt scoren. Je kunt namelijk altijd 2 munten inleveren voor 1 grondstof naar keuze. En het laatste wat je nog moet weten is dat je van deze leuke fiches hebt. Als je net ergens een plekje tekort komt, bijvoorbeeld hier zo, dan kan ik zo'n fiche neerleggen. Want aan het begin van het spel heb je de 3. En dan leg ik hem zo neer en dan kan ik toch daar mijn tegel neerleggen. Yes, je hebt er 3 aan het spel en je krijgt ze er niet bij, dus gebruik ze wijs. En die munten waar je het over had, die krijg je als je over dit tekentje heen legt. Dat is eigenlijk hoe je La La Land speelt. Inderdaad, ja, aan het einde van het spel krijg je punten voor de doelen waar je iets neergelegd hebt. Je krijgt punten voor de lama's en nog wat voor de grondstoffen die je over hebt. En dan wint natuurlijk degene met de meeste punten. Het spel eindigt overigens als er nog maar 4 of minder tegels in het midden liggen. Of er nog maar 1 lama kaart beschikbaar is. 1 lama soort moet ik eigenlijk zeggen. Maar dat is alles wat je moet weten. Wat vind je van La La Land? Ja, het is een heel erg leuk en vrolijk familiespel wat je makkelijk uit kan leggen, met veel mensen kan spelen en wat door al die verschillende doelen toch een grote variatie heeft. Helemaal mee eens, want er zitten nog veel meer kaarten in eigenlijk. Dus je kunt elk spel het combineren en weer nieuwe dingen proberen. Dus ik denk dat La La Land voor de families die een beetje van bordspellen houden echt een dikke tip is.